En er rijden vooraan drie Fransen en een Nederlander. Chanel, Boucher en Zen zijn de Fransen. En de Nederlander is Westra. Lieve Westra van Vacan Soleil. U ziet hem daar in derde positie met de fraaie blauwe draai met dat gele zonnetje. We zijn aan de bevoorrading. Dat betekent dat we nog naar de eerste helling moeten, La Hoop. Dat de koers eigenlijk moet beginnen. Wat is de voorsprong van die mannen? 4 minuten en 17 seconden. Ze hebben meer gehad hoor. Ze hebben een voorsprong gehad van 7:35. U kent het. Dit is het klassieke verhaal van de vroege aanval. En dan van het peloton dat beetje bij beetje terugknabbelt van die voorsprong. De man in de wedstrijd is Karel van Nieuwkerken en we gaan naar hem luisteren. Goedemiddag Michel. Ik kan u verzekeren, de renners hebben wel wat over het hoofd uitgekregen in deze E3-prijs Vlaanderen. In de eerste helft van de koers is zowat alles wat in Oost-Vlaanderen uit de lucht is gevallen op dat peloton terechtgekomen. En dat heeft ook te maken met het slinken van de voorsprong. Die is naar een goede 4 minuten geslonken, 3 minuten extra geslonken. En dat heeft dus te maken met dat weer, want ze zijn op een bepaald moment beginnen koersen om warm te krijgen in dat peloton. En dat heeft slachtoffers gemaakt. Onder meer de man die op de sukkel is. Je hebt hem al genoemd, Gert Steegmans. Bij een eerste echte versnelling in het peloton, in een hagelbui, moest Steegmans eraf. Een groot deel van het peloton moest er daaraf hoor. Maar dan zijn ze kunnen terugkeren, keren net voor de Paddenstraat toen ze voor een gesloten overweg stonden met dat peloton. Heel de boel klitte weer samen en op die Paddenstraat ging alles weer uiteen. Dat heeft een heel eind geduurd en sinds een kilometer of 10 is dat peloton dan weer in groep gaan rijden, waardoor het tempo een klein beetje is geslonken. Af en toe wel pogingen van een paar mensen om uit dat peloton weg te geraken en te anticiperen. We zagen hier net nog Roy Sentjes proberen, maar dat is voorlopig nog niet gelukt. Dus duidelijke situatie, 4 leiders en een peloton. Daar. Fletcher, come on. Two goals.
Waar zijn ze, precies? Zo'n wet. Daar. Ja. Allemaal te samen, hè? Op de Stationsberg met de Lieve Westra en dan met de Boucher en achteraan Zen. Zen is ook een eau de parfum van Shiseido. Ah ja? Je moet een beetje op de hoogte zijn. Hè? Je moet een beetje Zen zijn. In de Ronde van Vlaanderen rijden we hier naar beneden. Ook niet prettig als het regent. Dat is de plaats waar de drinkbussen wegdansen. Tenzij je de houder, als je verstandig bent, een beetje aangespannen hebt. Ja. Hier bij het opdraaien. We gaan beginnen aan de Stationsberg. We zijn eraan bezig. Scherlings in zijn Oost-Vlaanderen, de man uit de buurt van Herzelen. Die inderdaad in deze fase van de wedstrijd zijn. Een lange rook eigenlijk, gezien de kwaliteiten van een Bert Scherling die toch bij die ploeg gekomen is als knecht. Zijn broer, hè? Van Stafscheiding dan bedoel ik. Als knecht moeten we toch wel stellen dat hij zeker en vast een belangrijke rol moet kunnen spelen hier. Het zij voor Van Avermaat bij te staan of kalm te houden. Dat is wel een knecht met een vrijheidsgedachte, hoor. Ja, als ik weet het. Kan, wil ik ook aan mezelf denken. Ja, dat is een beetje de vraag. Moet dat, hè? Moet dat? Als je knecht bent met een bepaalde extra gedachte, dan ben je dan knecht, hè? Moet je daar niet op hameren en zeggen, kijk, wat is het nu eigenlijk? Dat vonden een aantal van zijn ploegmaats. Ze zijn
zitten bestuderen. Die trekt pijnlijke grimassen, maar dat hoeft voorlopig niks te zeggen. Najus die straks misschien wel op toerental komt. De folder nu stilaan naar voren daar op links. Netjes gegroepeerd. Parijs-Roubaix in 1997. Hopla. Serieuze klapper. Ja, een serieuze klap. Dat is zo van die valpartijen. Dat zijn geen schuivers zoals we daarnet zeiden van Jurgen Roelands. Dat is in één keer stil, boenk en gedaan. Stuk waar de kassei echt scheef liggen. Het is drummen. Sergej Ivanov komt naar voren geschoven met zijn wat frele stijl. Karel. To the climb of the Nöcktaberg, the 11th climb, the penultimate climb of the day. It's Chavanel who goes on the attack, 26 kilometres from the finish. Chavanel hits the front, Iglinski goes with him. Nick Noyens looks around, sees Pizzato on his wheel. Pizzato, of course, had that crash, didn't he, in Het Nieuwsblad, right on the finish line. And just as they hit the climb in the Nöcktaberg, sign that they've got some problems. Hincapie riding across, looking very, very comfortable. The front group of riders, Chavanel, Iglinski, Noyens, Pizzato, Boonen, Hincapie. That's the first six riders on the road. Hushov sitting on the wheel of George Hincapie, maybe feeling that that's the wheel to follow. Langefeldt rides across. And for the first time we see Vestra in some trouble. De Volder is leaving a gap. Flescher looks like he's starting to feel the pressure now. So we have a bit of a selection on the climb of the Nöcktaberg. 13% at its maximum gradient is the Nöcktaberg. Join us on cycling.tv.
/ the inner tube. Give us your thoughts today on who you think might win. Some of you now shouting for Hincapie as Boonen goes on the attack on the steep section of the Nokterberg. Well, he did some damage about 25 kilometres ago, but now Boonen in front of his home crowd with Pizzato looking very, very comfortable. Stamps on the pedals, using very thin bars today, Boonen, as he goes over the top of the climb, trying now to make a selection, and it's only Pizzato who is able to go with him. This is hurting Boonen, but he looks around, sees Pizzato with him behind. There is all sorts of damage being done. Leif Hoster blows for the Silence Lotto team. It's now two riders at the front as the Soigneurs hold up the wheels at the side of the road. An immediate reaction from Iglinski. The next rider on the road is Noyens. I think Hincapie is in this group. Yes, he is. He's with Marcus Burkhart. ...25 kilometres to go in the E3 prize. Look at Boonen. He has got the bit between his teeth today. It's full gas at the front of the E3 prize now, as Tom Boonen, the former world champion, the four times winner of the E3 prize, bids for his fifth victory. And it's only Pippo Pizzato who's able to go with him for Katusha. And it's Iglinski desperately glances round. And you can see the urgency in this man today as he looks around, he sees he's got the gap, and he looks like he doesn't want to let anyone come back. Quite often you'll see Boonen make the selection, then he'll sit up, he'll let a few riders come back to him, but today he's not going to do that. He flicks the elbow, he's looking for Pizzato. Now you'll remember this, a very, very fast descent off the top of this climb. ...24 kilometres to go, and Rabobank yet again have been distanced. Hushoft is surfing the wheels. Hincapie in here, he's not prepared to do any work, but Burkhard is with him, so they do have numbers. But Hushoft doesn't want to let Boonen go, so he goes through. Quick step sitting on with Chavanel and De Volder, but it's all star names as Hincapie desperately tries to get those deep section, get some speed out of them. Noyens gritting his teeth, he's fighting the bike. De Volder looks very, very easy. Chavanel is there, might be actually be Van Impe, just want to check on that. But Chavanel just working his way onto the wheels. Three men in the lead, 24 kilometres to go. Tom Boonen, Filippo Pizzato, Iglinski, that's the three-man leading group as they go whistling their way down the descent. De Volder's here, Chavanel, Noyens, Burkhart, Hincapie, Hushoff and Flesher. That's the chasing group on the road, desperately trying now to bring Tom Boonen back. And it's down to Marcus Burkhart, the former winner of Gent-Wevelgem, a stage winner in the Tour de France, who's now trying to close the gap. It's Noyens and Burkhart who are slinging each other into the action. Ik wil het check actually. We er dan nog bij, deze drie vooraan. Die zijn alle drie bereid gewoon om vol voor de overwinning te gaan en kijken waar ze eventueel stranden. Pizzato is een toprenner die al grote klassiekers gewonnen heeft. Het maakt hem niet uit of hij nou tweede wordt of wint. Die rijdt gewoon als toprenner rechtstreeks naar Adelbeke toe. En ik denk, mannen als die erbij zit, Iglinski, dat hij blij is met hier op het podium te staan. Dames en heren, dit is de. Eindelijk. Daar waar we hem verwachten. Vorig jaar een keer of 11-12 tweede. Een keer of 6 derde. Altijd net niet. Frustrerend. Zeker voor iemand die mentaal broos is, want dat is hij.
Come on, hè. Moeilijk heeft op die kasseistrook, dat is nu niet meteen zijn ding. Alhoewel, heeft dat ondertussen ook al geleerd. Ja, ja. Mouwtjes naar beneden. Het is dezelfde man hier. Weinig aflossingen hier. Geen een beetje meloegens is natuurlijk. Vooraan een sterke bonen tegen. Sterke Husshoff hier. 23 seconden, bevestiging Karel. Ja, opletten hoor. Ik denk dat de Volder in de tegenaanval gaat in zijn eentje. Die gaat dat slinks doen. Die gaat op dat fietspad in zijn eentje proberen naar voren te rijden. Moet wel opletten. Nuyens gaat reageren. Als de Volder nu omkijkt, dan gaat hij toch moeten inhouden. Het is mooi wat de Volder probeert, maar of het echt slim is, weet ik niet. Maar hij gaat Nuyens meebrengen als hij komt. Is dat nu de Rabobank-tactiek? Ze vooraan een beetje onder druk zetten? Dat is geen tactiek, dat is tik-tak. Dat is gewoon niet slim. Dus inhouden. Inhouden, Stijn. Dat is gewoon niet slim. En hij doet dat, Karel. Ja, hij houdt in. Hij dacht dat hij sterker was, dat hij onmiddellijk een gat van een meter of 30, 40 zou slaan en dan alleen naar voren komen rijden om daar de numerieke overmacht te verwerven. Maar dat is dus niet gebeurd. De Volder heeft nu wel degelijk ingehouden. Al geeft hij daar toch nog goed van Jetje hoor, ja, op de rug. Hij gaat terug door. Hij was er net even alleen op het padje. Waarom, Stijn? Ja, waarom? Dat is de grote vraag. Hè. Waarom? Om Nuyens af te matten? Het verbreekt in ieder geval de cohesie, de ronde een beetje. Dat kun je er wel bij stellen, maar het is in ieder geval niet echt bevorderlijk. Dus 25 seconden. Wat ook belangrijk is, dat is die derde groep die we daar zien. Groep 3, 35 seconden. Hoe sneller die mannen bij die achtervolgers komen, hoe meer volk er komt van Rabobank, van andere ploegen misschien om zich te organiseren. Juist. En wanneer die mannen van die kasseien kunnen komen, die richting Tiegenberg, met daar die mannen die daartussen zitten ingelopen. En dan, als deze mannen natuurlijk niet groep 3 is, hè, want als dat groep 3 is, dan hebben we een ander probleem. Ofredo en Eisel. Als wij van de regie een signaal kunnen krijgen. Is dat Chavanel die daar niet gaat? Dat is inderdaad Chavanel. Dat is inderdaad Chavanel. We zien de Volder hier in een controlerende functie. Dus Chavanel die er onderuit maast. En die twee, we krijgen een bevestiging van onze regie. Dat was inderdaad groep 3. Dan moeten we dat alles herzien. En is het nu een kwestie van bonen voor haar om te zeggen van ja jongens, ik mag eigenlijk niet rijden, want er komt iemand van mijn ploeg achteraan. Zo werkt het dus ook. En Husshoff er nu achteraan. Terwijl Bonen hier in het verleden toch al een paar keer bewezen heeft dat hij geen schrik moet hebben om met een mannetje in het wiel naar Haarlembeke te rijden.
We are 14 kilometres from the finish. These three riders, Pozzato, Iglinski and Boonen, have 48 seconds advantage on a chasing group which contains riders such as Hincapie, Nick Noyens, Langefeld, Hushoff. They're all in that chasing group. But these three riders are riding exceptionally well today, and they have opened up 48 seconds of an advantage in 11 kilometres. To do anything other than just set your profile up as Hushoff and Hincapie go on the attack. You can sit there, you can chat away to your heart's content. There's quite a few of you on there, and we're now getting predictions. Who do you think is going to win the E3 prize? Give us your prediction. I think there's about 40 of you on there at the moment who can give us a prediction. So let's have it. Don't hold back. Is it going to be the three riders in front, or is this group on the road going to catch them? 7 kilometres to go. 43 seconds. Just under 5 miles of racing in E3 prize. 208 kilometres. 12 climbs. It's going to be a thrilling finish. Zaglinski glances across, out of the saddle, just stretches those legs after a hard turn at the front. Boonen flicks the elbow. And Iglinski's now going to sit on. He's not going to do any work, so Boonen's getting annoyed. As the replica Eddie Merckx rides along the path on the side of the road in his World Championship colours. Well, Iglinski's going to do nothing now. 2 kilometres to go. Remember this last year. It was 1.5k when Arvesen went. Boonen, big sigh from him. It's down to these two to do the work. Pozzato goes through. Just for the run into the finish. I think you're right, Death Breden. Pozzato has better form, but Boonen has the power to win this one, and he is looking good today. On two of the major climbs, it's been Boonen who has done all the damage. But is Iglinski going to outwit them? Can he power his way off the front of this group and win on his own? Boonen asks for Pozzato work. Iglinski yet again says, I'm not going to go through. I've got two sprinters with me, and there's no way I'm going to go to the finish and not win this one. So maybe Maxim Iglinski fancies this. Maybe this race isn't over. 2 kilometres to go to the finish. Pozzato goes to the right-hand side of the road. There's 1 kilometre to go to the finish of E3 prize. 52nd edition of this race. Boonen has won it four times. He could win it five. Pozzato's side of the road. Iglinski's going to try and outwit them here. He's going to go for the surprise attack. Boonen out the saddle. Pozzato keeping Boonen right at the side of the road. He only wants him to go from the right-hand side. He doesn't want to let him through. And it's Iglinski who's looking ahead of him, desperately trying to see where the finish line is. This is going to be a stunning finish. Iglinski, little bit of a move on the right-hand side. Well, he shouldn't have done that. Ik zit terug te denken aan die sprint tussen Jo Plankaert en Dario Pieri. Toen Plankaert nagenoeg zeker was, maar Pieri Plankaert er ferm oplegde. Ja, jongens. Test surplassen. Zullen we een beetje pistier spelen? Bonen de kop opgedrongen. Opgelet, hè, Tom? Die wint, hè? Maar kent de aankomst in Michel. Hij kent de aankomst. Daar ligt de Gentse straat. Bocht naar links. Niet te groot en lang genoeg wachten. Opgelet, hè, met Pozzato aan het wiel. Hier is de Gentse straat. Daar ging erachter, achter die flauwe bocht, hangt het spandoek. Wat wordt het? De eerste E3-prijs Vlaanderen voor Pozzato of de vijfde voor Boonen? Hij rijdt in ieder geval niet te groot, Michel, en dat is goed. Pozzato gaat zetten aan. Daar gaat Pozzato en Boonen gaat Pozzato heel goed opvangen. Pozzato wil naast Boonen. Het wordt een bikkelharde strijd. Boonen in zijn wat ruige, ruwe stijl. Maar Pozzato is sterk, verdomd sterk. En Pozzato wint hem voor Boonen. Pozzato wint de E3-prijs Vlaanderen voor Tom Boonen en Iglinski. Pozzato
Daar mag je nooit met een gerust hart mee naar de streep. En hij haalt een 11e binnen voor Katyusha. En heeft dat Tombonen. Het zal voor volgende zondag moeten zijn. En dan gaan we hier een sprintje krijgen van de Vonderzoaar tegen Hinkepie. Met 5 op een rij. En het is Husshoff die die sprint hier wint voor de 4e plaats. Ik denk voor de Volder en Chavanel. Ik denk dat Bonen ontgoocheld en boos is. En ik kan hem begrijpen. Hij had alleen de recordhouder kunnen worden. Maar hij heeft zijn meester gevonden in deze ranke Italiaan met veel flair. Pippo Pozzato, Filippo Pozzato wint de E3-prijs Vlaanderen.